In de 5 mei-hal in Leiden zijn afgelopen vrijdag de sporters van het jaar bekendgemaakt. Dit gebeurde in verschillende categorieën. Bij de dames werd Waterpolo International Yveske van Belkum sportvrouw van het jaar. Nou Yveske, sportvrouw van het jaar. Een grote glimlach, blij? Ja, hartstikke leuk dat ik het ben geworden. Het is volgens mij mijn 5e keer, dus ik ben hartstikke blij en vereerd dat ik het weer mag zijn. Beetje emotioneel? Ja, ik heb gewoon een zware week achter de rug. Het EK is niet helemaal gegaan zoals we gepland hadden. En dan op en neer rijden hierheen omdat ik er zin in heb. Maar ja, dan toch, als je hier dan zit, dan denk je, ja, het was toch niet helemaal de week die ik gehoopt had. Ik had gehoopt hier niet te zijn. En volgend jaar hier na een Olympische Spelen? Ja, ik hoop het. Ja, ik hoop het zeker. Bij de heren ging de prijs voor sportman van het jaar naar Ajax Seed en Jeugd International Ricardo van Rijn. Sportman van het jaar in Leiden, dat is misschien niet zo bijzonder aangezien je staat van dienst. Maar dat je voetballer bent is wel bijzonder. Ja, ik heb begrepen dat het niet zo veel vaak komt, voorkomt dat de voetballer de prijs wint. Voor mijzelf, wat ik al zei, is het een hele eer om überhaupt al genomineerd te zijn. En om dan ook nog eens te winnen, dat is echt fantastisch. Had je niet verwacht dat je zou winnen? Nee, ik had absoluut niet verwacht dat ik zou winnen. Ik bedoel, ik had denk ik een paar goede concurrenten. Jongens die ook heel veel gepresteerd hebben en nu nog heel erg goed bezig zijn, denk ik. Dus ik had er zeker geen rekening mee gehouden. En tot slot gingen de prijzen voor coach van het jaar en ploeg van het jaar naar Toon van Helfteren en zijn team ZZ Leiden. Allereerst gefeliciteerd, maar niet onerbiedig bedoeld. Het is bijna geen verrassing hè, dat jullie sportploeg en coach van het jaar zijn geworden. Dankjewel op de eerste plaats. En ik denk dat je gelijk hebt. Met een jaar zoals 2011 voor de basketbalploeg van ZZ Leiden is het niet een echte verrassing dat je sportploeg van het jaar wordt. Het was bijzonder succesvol voor ons en het zat er wel aan te komen. En na afloop spraken we met de wethouder sportzaken die tevreden was met de winnaars. Ja, natuurlijk. Allemaal winnaars uit de stad. Wel verrast door Ricardo van Rijn, niet vanwege de prestatie, maar ja, ik dacht dat het nog een talent was. En, Yveske van Belkum natuurlijk is heel bijzonder en speciaal, heeft een rot week gehad. En eigenlijk met ons allen de winnaar van de ploeg, Zorg en Zekerheid. Was eigenlijk geen verrassing, maar volkomen terechte winnaar. En wat betreft het aankomende sportjaar, met ZZ Leiden die nog om alle prijzen meedoet en de waterpolodames van ZVL die de nationale beker zelfs al in handen hebben, belooft het een mooi sportjaar te worden.